Mijn naam is Jolien van Kollenberg. Ik ben ondertussen 5 jaar werkzaam bij MS Schippers als hygiënespecialist en specialist van de EvoCleaner. De EvoCleaner is een geautomatiseerde reinigingsrobot die op basis van programmatie zelfstandig kan werken. En daardoor geeft deze meerdere voordelen. De redenen dat de klant een robot koopt is om arbeidsgemak en arbeidsverlichting. Daarnaast een stukje personeelstekort. Er zijn steeds minder mensen die het werk willen doen, het zware werk. Maar ook steeds minder personeel in de markt. En daarbij is een stukje investering in de toekomst omtrent automatisering en duurzaamheid. Hoe lang een robot over een afdeling doet, dat is wel bedrijfsafhankelijk. Ieder bedrijf heeft natuurlijk een ander type afdeling. In de praktijk zien we dat bij een traditioneel kraamhok wij ongeveer 8 tot 10 minuten kunnen rekenen. Bij een standaard vleesvarkenshok van 4 bij 4,5 komen wij ongeveer op 15 minuten per hok. Bij Schippers hebben wij gespecialiseerde monteurs die de robot kan inleren. Zij leren de robot in door middel van een joystick. Daarmee maken zij bepaalde bewegingen en die bewegingen worden opgeslagen in een programma. Zodat de klant alleen maar een programma hoeft te kiezen om te starten. En iedere verschillende afdeling heeft een eigen programma. De EvoCleaner is te besturen handmatig of via het scherm. En in het programma is hij dus zelfrijdend op basis van de programmatie die ingeleerd is. De robot wordt ondersteund door een softwareprogramma. Dat softwareprogramma stuurt een sms-bericht naar een telefoonnummer. Dus dan krijg je een sms'je wanneer dat de robot weer terug op zijn startpunt is. Tevens kun je middels het softwareprogramma ook vanaf afstand meekijken op de robot. De robot maakt van 80% tot 90% schoon. Dus het is heel belangrijk dat je ook een stukje samenwerking op gaat zoeken met de robot om uiteindelijk op die 100% te komen. En dat is een beetje afhankelijk van je management. De robot is geschikt voor alle afdelingen. Hij kan zowel in kraam als biggen als in vleesvarkensafdelingen werken, naarmate dat wij hem programmeren. Het is belangrijk dat je de robot na gebruik afspoelt met lage druk. Daarnaast adviseren wij om de robot bij iedere 600 uur of in ieder geval ieder jaar een onderhoudsbeurt te geven. En bij aanschaf krijg je vanuit ons de onderhoudsbeurt het eerste jaar gratis. De robot verbruikt 15 tot 18 liter bij een druk van 180 tot 220 bar. De robot kan bij een 100% opgeladen batterij tot wel 24 uur schoonspuiten. Het is wel belangrijk dat de robot altijd aan de lader ligt, dus dat de accu altijd volgeladen wordt door middel van een druppellader. De robot is een investering van rond de 45.000 euro, een beetje afhankelijk van welke toebehoren daarbij moeten. De EvoCleaner kan verlichting geven op arbeid. Het spuitwerk is zwaar werk, zo kun je dat een beetje wegnemen bij je personeel. Maar ook zeker bij personeelstekort kan de robot dat gat opvullen. In ons HiCare applicatiecenter is een stal nagebootst waar de robot draaiende is. Dus daar kan ik jullie een demo verzorgen. Wil je dat graag? Neem dan contact op.